afval, dames en heren, wordt gegeven. Ik wil ertussen ook mee, dames en heren, dat u absoluut nog kan inschrijven voor de barbecue, die ondertussen al van start is gegaan. En uiteraard naar de finale kan u dat kamer.
Possiamo un po' pitere, forse. Va zero. Dit heeft eigenlijk niet helemaal te maken met sponsoring. Je wou eigenlijk mensen bij elkaar brengen en dan heb je uiteraard een heleboel mensen die... ...kerels en alle mensen die hier weer pintjes aan het tappen zijn. Het was een heerlijk toernooi, dames en heren. Ik hoop dat jullie zich allemaal fantastisch hebben geamuseerd. En ik denk 2012, u hartelijk applaus voor de spelers van ERC Hoenaert. De beker, dames en heren, krijgen zij. En de kussen, want daar heeft ze de hele week op gewacht door onze druivenkoningin Kim de Eerste.
Er is nog altijd barbecue, beste vrienden, vergeet het niet. Nog altijd barbecue. En wat broem in de achtergrond. Geef hem, dames en heren, een daverend applaus, finalist van de Tegelconcept Cup 2012, ERC Hoelaert. Jullie zijn vandaag finalist van de Tegelconcept Cup, maar vertel eens even eigenlijk wat betekent een sponsor als Tegelconcept? We krijgen eerst en vooral de t-shirt. Je hebt ook zo van die hooligans, dames en heren, die hier dan passeren. Straks, dames en heren, is er ook nog België-Nederland, vergeet het niet, en dat kan u hier volgen op een heel groot scherm. België-Nederland, als u de Belgen ziet een doelpunt maken, dan telt dat voor twee. Groot scherm, hè?